Marianne van den Anker, oud-wethouder en tegenwoordig onderzoekster. Zij opende vandaag een symposium in het WTC in Rotterdam over de aanpak van jeugdcriminaliteit en risicojongeren. Belangrijkste conclusie? Kennis en wetenschappelijk onderzoek helpen. Vooral om te onderzoeken wat wel en niet werkt bij de aanpak. Softe dingen, zoals Antilliaanse jongeren die gesubsidieerd gaan trommelen om hun gedrag te veranderen, dat werkt niet, zegt Van den Anker. Het belonen van negatief gedrag moet volgens haar stoppen. Als je gedragsverandering bij kinderen wil realiseren, dan moet je iets doen waardoor zij zelf uiteindelijk ook bedenken, ik moet hiermee stoppen, want ik ben mezelf tot last, ik vergooi mijn toekomst, ik zet mijn ouders ook voor schut, mijn familie voor schut, ik moet hiermee stoppen. En dat doe je dus niet door mensen allerlei extraatjes te geven, terwijl ze ongelooflijk veel fouten hebben gemaakt in de samenleving. Maar kunnen die kinderen dat zichzelf ook realiseren? Want ik kan me voorstellen dat er een groep is die, even plat gezegd, scheid aan alles heeft en denkt, joh, praat maar, ik doe toch waar ik zin in heb. Hoe benader je die? Ja, dat klopt en dat is ook een van de belangrijkste lijnen uit dat kennisfundament wat is samengesteld door al die wetenschappers. Dat het heel belangrijk is om op jonge leeftijd al te zien hoe het met de morele ontwikkeling van kinderen gaat. En wat is dan jong? Jong is 3-4 jaar. Dan kun je al zien of dat kinderen deviant gedrag gaan vertonen, overlastgevend gedrag gaan vertonen. Op zijn Rotterdams gezegd dus, geen woorden maar daden. Toch is er volgens Van den Anker ook een groep die niet meer te redden is. Dat wordt ook herkend door wetenschappers. En de conclusie daarvan is dat er een groep kinderen is die zijn al zo ver afgegleden. En die blijven maar in aanraking komen met politie en justitie. Die blijven maar manifest crimineel gedrag vertonen. Het wordt steeds erger. Nou, voor deze groep kinderen geldt wellicht dat we de samenleving moeten beschermen en dat deze kinderen uiteindelijk een toekomst zullen hebben van gevangenis in en gevangenis uit. En dat is verschrikkelijk, want dat hoeft niet. Als je er dus maar op tijd bij bent. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel in Rotterdam. Volgens de oud-wethouder gaat het de goede kant op. Nou, Rotterdam heeft echt de kentering nu gemaakt. Ze hebben ook de afgelopen periode laten zien dat ze openstaan voor kennis. Wat natuurlijk fantastisch is. En Rotterdam is echt bezig met een kentering om die criminaliteitscijfers naar beneden te drukken. De gemeente Rotterdam is duidelijk niet de enige die te maken heeft met jeugdoverlast. Het symposium trok belangstellenden uit heel Nederland, van jongerenwerkers tot hoogleraren. Met bijna 300 bezoekers was het dan ook helemaal uitverkocht.